Justitieminister Kenneth Amoksi zegt voornemens te zijn om helikopters aan te schaffen voor het politieapparaat. Eerder deze week zei de bewindsman tijdens de vergadering van de regeringsraad in het gebouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er nog gekeken moet worden naar de beschikbaarheid van de middelen om de voornemens waar te kunnen maken. Het is in projectvorm, de besprekingen zijn gevoerd, de mogelijkheden zijn bekeken. En het zal niet meer dan 10 miljoen Amerikaanse dollars kosten om bijvoorbeeld 2 helikopters aan te schaffen. Airbus heeft in Brazilië bijvoorbeeld hebben ze een maatschappij, een doktermaatschappij. Ook in Mexico, in Amerika. En hun helikopters worden eigenlijk op verschillende continenten ingezet. Maar nogmaals, het zijn voornemens. En natuurlijk is er een prijskaartje. En ik moet naar de financiële middelen zoeken om dat te kunnen realiseren. De minister geeft verder aan dat het een uitkomst is als de politie en andere veiligheidsdiensten over helikopters kunnen beschikken. Er kan dan effectief gewerkt worden aan het optreden tegen berovingen, drugsdroppings en andere misdaden.